met zulke grote stenen is weer een enorme schade veroorzaakt aan deze prachtige kerk hier in Ossendrecht. Nu zijn het drie grote ramen die beschadigd zijn geworden boven de doopkapel. En die doet zo ontzettend veel zeer. Dit doet gewoon verdriet. Hier raak je niet alleen mee de gelovige gemeenschap van Ossendrecht. Hier raak je ook de hele gemeenschap van Ossendrecht mee. Wat kunt u er tegen doen? Ja, wat kun je hier tegen doen? We hebben het in handen van de politie gelegd. En we hopen dat zij op hun manier en met hun tactieken de daders op het spoor komen. Zodat zij inderdaad berecht kunnen gaan worden. In tweede instantie zijn wij als kerk verplicht om ons bezit, om de glazen, te gaan beschermen. En het allerbelangrijkste is eigenlijk dat de daders tot bezinning komen. Want dat ze gaan ervaren hoe erg het is om zulke zaken te doen, waardoor je zoveel mensen tot in de ziel raakt.